Fietsers zijn tevreden over de coronamaatregelen op Park de Hoge Veluwe. Op smalle fietspaden geldt nu eenrichtingsverkeer, zodat fietsers elkaar niet passeren. Hele goede avond. Een verschrikkelijk weekend voor schaaphouder Jos uit Ammerzoden. Binnen 2 dagen werden 28 van zijn schapen doodgebeten. Dus voor mij was het na 1 minuut al duidelijk, ik heb Dolf op bezoek gehad. En schilder Marius van Dokkum kan niet wachten om zijn werk weer aan het publiek te laten zien. Het maakt iets voor de mensen. En als mensen niet mogen komen, is het natuurlijk wel heel een beetje wrang eigenlijk. De meeste fietsers op Park de Hoge Veluwe zijn tevreden over de coronamaatregelen die zijn genomen. Op de smalle fietspaden geldt eenrichtingsverkeer dat voorkomt dat fietsers elkaar passeren. Afgelopen vrijdag zijn de borden geplaatst. Park de Hoge Veluwe ontkomt naar eigen zeggen niet aan de maatregelen. Sommige delen zijn de paden ongeveer 2,5 meter breed. Dat is eigenlijk niet zo'n probleem. Maar er zijn ook delen waar het pad ongeveer 1,5 meter breed is. En daar moet het echt wel. Het eenrichtingsverkeer heeft natuurlijk wel consequenties voor de bezoekers. Ik moet nu, als ik fietspad kies, moet ik eigenlijk de verkeerde kant op. Dus omrijden. Het is even omfietsen, maar we hebben alle tijd. Veel fietsers vinden de nieuwe situatie eigenlijk prima. Wij vinden gewoon dat het zou moeten blijven zo. Ja. Waarom? Want het wil nog wel eens bij dat tweerichtingverkeer dat je dan elkaar net weer tegenkomt bij een hoek. En dat is best wel eens wat lastig. Dus dat moeten ze inderdaad zo houden, want we krijgen geen tegenliggers. Ik kan altijd lekker voor je blijven kijken. En vervolgens is het gewoon heerlijk rustig. Maar of het nou echt helpt tegen besmetting met corona, dat wordt betwijfeld. Zo ben je een seconde bij elkaar en ga je achter elkaar rijden. En één fiets sneller, ander fiets langzamer. Maar je krijgt dus een soort van filevorming. En dan ben je dus langer in de uitlaatgassen van de mensen die voor je fietsen. En dat vind ik niet zo prettig. En het blijft natuurlijk wel wennen, dat eenrichtingsverkeer. Sommige mensen komen hier al 40 jaar en fietsen hier al 40 jaar. En zijn gewend om van A naar B een bepaalde route te volgen. Die dwingen nu de andere kant op te fietsen. En sommigen zullen op de blinde automatische piloot toch die kant op blijven fietsen. Daar ontkom ik niet aan. Ja, een tragisch weekend voor schapenhouder Jos Verhulst uit Ammerzoden. Binnen 2 dagen werden 28 van zijn schapen doodgebeten. Verhulst is boos en weet zeker dat dit het werk is van een wolf. Verhulst heeft zijn schapen inmiddels weer bij huis. Het ging 2 nachten achter elkaar mis met zijn schapen in een weiland bij het Brabantse Hedikhuizen. En ze zijn alleen gebeten onder in het strothoofd. En dat is helemaal te pletter gebeten. Ik heb met de dierenarts enkele schapen opengemaakt en dan is het zo erg dat die heel dat strothoofd is verpulverd. En dat dier dat stikt, dat kan niet meer ademen. En dat is het systeem van een wolf. De zaak wordt nog onderzocht, maar iedereen gaat ervan uit dat een wolf de schapen heeft gedood. Ook de organisatie Wolven in Nederland. Ze betreuren de gang van zaken. Zijn instinct zegt van rustig eten. Dus hij gaat net zo lang door met happen en bijten totdat het in het weiland rustig is. En hij rustig aan 1 schaap kan lopen eten. Maar omdat er zoveel schapen rondlopen in het weiland, blijft hij langer doorgaan dan eigenlijk nodig is. Als het inderdaad een wolf is die de schapen heeft doodgebeten, dan betekent dit dat het dier in de zogenoemde Haarsteegse polder zit. Volgens Verhulst is het gebied veel te klein voor de wolf. We hebben een klein landje. En we hebben daar nog een 4.000-5.000 schapenboeren zitten. Maar het is toch verschrikkelijk voor al die jonge agrariërs in Nederland. Voor al die jonge boeren die in Nederland de hoop hebben om ooit met een schapenbedrijf te kunnen gaan beginnen. En nou gevloerd worden door de gedragingen van die wolf. Nou, en dat is gewoon een grote frustratie die bij mij gewoon erin zit. Wolven in Nederland ziet de aanwezigheid van de wolf in ons land als een onomkeerbaar feit. Ze zijn het wel met Verhulst eens dat de Haarsteegse polder te klein is en dat de wolf daar weg moet. Ik ben absoluut met hem eens dat die wolf daar niet op zijn plek zit inderdaad. Ja, dat hij daar geen goede plek heeft. En dat hij gewoon moet doorlopen naar een veel beter leefgebied. Alleen, de mogelijkheden zijn beperkt. Ja, wat die boer nu moet doen, is vooral zijn schapen beschermen met een flexraster met stroom erop. Daarmee haal je actief de wolf bij je schapen vandaan. Terwijl zijn museum voorlopig nog gesloten moet blijven, zit schilder Marius van Dokkum niet stil. Deze week bracht hij zijn nieuwste werk naar Harderwijk. En daar is het nu wachten tot bezoekers het schilderij kunnen komen bewonderen. Ja, het was ook een enorme klus om te maken. Ik heb er bijna een half jaar aan gewerkt. Het is 2,40 meter breed en 1,60 meter hoog. Het nieuwste schilderij van Marius van Dokkum is zo groot dat het nauwelijks door de deur naar binnen past.
Op het schilderij, dat onderdeel is van een drieluik, is een schilder te zien in zijn rommelige atelier. Net als de andere werken in het museum is het een schilderij met humor, maar ook met een boodschap. De schilder kun je een beetje zien als de mensheid. De mensheid, ja, hoe gaat hij om met zijn milieu? Want het is tegenwoordig een behoorlijk probleem wereldwijd. Maar zo zijn wij ook een beetje bezig. We willen van alles maken en creëren, massaproductie, noem maar op. Maar we moeten wel een prijs ervoor betalen. Je ziet dat de ruimte heel smerig is, vol met verf. En je ziet ook helemaal linksonder een stilleven met afval. Dat is ook een gigantisch probleem in onze tijd. Dus je kunt ook wel iets van onze wereld in herkennen. Het is een beetje een lachspiegel. Van Dokkum noemt het schilderij zelf een van zijn mooiste werken, wat best bijzonder is voor de zelfkritische schilder. Dat er juist nu geen bezoekers naar binnen mogen in het museum, vindt hij dan ook extra jammer. Het is inderdaad heel raar. Ja. Maar goed, dat is een landelijk probleem of een wereldwijd probleem. Dus het is niet dat, dat dit het enige museum is. Maar ja, je maakt iets voor de mensen. En als mensen niet mogen komen, dat is natuurlijk wel heel een beetje wrang eigenlijk. Maar goed, we hopen op betere tijden. Straks na goed overleg met de gemeente mag het park weer open. Het land van Jan Klaassen in Braamt is sinds gisteren weer gedeeltelijk open. Ja, super fijn. Ze hebben het echt gemist. En ja, je merkt alleen maar thuis zitten. Ja, ze moeten er echt weer even uit. De politie heeft zaterdag 6 mensen aangehouden voor georganiseerde drugshandel. Onder meer in Haaften werd een inval gedaan. Ook op 4 andere plekken viel de politie panden binnen. Bij de doorzoekingen werden honderden pillen en honderden zakjes met cocaïne in beslag genomen. Verder werden er softdrugs, telefoons, computers en contant geld aangetroffen. Het zestal is overgebracht naar het bureau. In Arnhem is een automobilist opgepakt die onder invloed was en gevaarlijke capriolen uithaalde op de weg. Ook had de man een nepwapen in zijn auto liggen. Agenten die na hun dienst onderweg waren naar huis zagen de man met een joint achter het stuur rondrijden. Dat leidde tot een achtervolging. Uiteindelijk is de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Zijn rijbewijs is ingenomen. En de politie is gisteravond uitgerukt naar een pand in Babberich waar arbeidsmigranten wonen. Daar is een man gewond geraakt bij een steekpartij. De man werd gestoken in zijn nek en is overgebracht naar het ziekenhuis. Er is een verdachte aangehouden en die is meegenomen naar het politiebureau. Het is de 2e keer in een 1/2 jaar tijd dat de politie moet uitrukken naar het pand. Elin uit Apeldoorn geldt als een van de grootste judotalenten van Nederland. Ze is pas 17 jaar, maar had dit jaar willen schitteren op grote internationale toernooien. Maar voorlopig mag ze haar eigen sport nog niet beoefenen. En dus zoekt ze het noodgedwongen in alternatieve trainingen. Elin Henninger doet een warming-up op straat samen met de internationale topjudoka Guusje Steenhuis. Ze doet van alles om fit te blijven en mist de judosport enorm. Gewoon in wedstrijden en adrenaline. Gewoon, ja, het winnen eigenlijk ook. En dus zoekt ze naar alternatieve trainingen. Ik doe eigenlijk elke week een hardlooptraining en een fietstraining. En dan zo'n training met van die steps. En dat laatste is bijzonder pittig. Een uur lang vrijwel zonder pauze. 1, 2, draai open. Elin Henninger, hier in actie op een judotraining in het verleden, had grootse plannen voor 2020, maar alles ligt nu stil. Dit jaar was er een EK en WK en dan moet je eerst de Europa Cup doen, zodat je daarvoor kan kwalificeren. Dus nou ja, dat was het plan, maar uiteindelijk heb ik nog niet eens een enkele Europa Cup gedaan, omdat het toen alweer stil lag. Maar ze heeft wel grote dromen. Ik zou later heel graag naar de Olympische Spelen willen gaan en natuurlijk ook winnen. Voorlopig moet Elin nog even geduld hebben. Ik had gehoord dat 1 september dat ze dan weer een beetje kunnen opstarten met contactsporten. Maar tot 1 september sowieso geen judo, dus dat is wel echt heel jammer. Nu naar voren. Escape rooms in de Achterhoek kunnen weer open voor leden van hetzelfde huishouden. Er is groen licht gegeven vanuit de gemeente, waardoor met verschillende aanpassingen de escape rooms weer kunnen gaan draaien. Zoals hier bij de escape room in Groenlo, waar ze met extra voorzorgsmaatregelen de deuren weer hebben kunnen openen. Zaken die wij eerder overhandigden aan de mensen die de escape room ingingen, moeten ze nu zelf pakken. En tussen de groepen door hadden we normaal een 1/2 uur en daar zit nu een uur tussen. En ja, het is eigenlijk ook geen drankje voor of na die tijd om ervoor te zorgen dat de groepen elkaar dan niet tegenkomen. In
de escape room worden bezoekers meegenomen naar het jaar 1627, toen het stadje Golle werd bezet door de Spanjaarden. Prins Frederik Hendrik moet worden gered voordat hij wordt vermoord. Helaas zijn de kamers in de escape room te klein om ook andere groepen weer toe te kunnen laten. Nee, ja, nee. Weet je, hier waar we nu staan is eigenlijk al de... Ja, als je daar met 6 mensen in zit, kan je al geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Nee, dat kan niet. Ondanks dat de escape room weer beperkt bezoekers mag ontvangen, blijft het onzeker hoe lang dit financieel vol te houden is. Ja, dat is heel erg afhankelijk van hoeveel gezinnen er gaan boeken. Maar goed, als dit te lang gaat duren en wij mogen straks ook voor andere groepen nog lang niet open, dan ga je interen. Dat is natuurlijk wel, dat is wel even een dingetje, ja. Nu mensen deze zomer waarschijnlijk voor vakantie in eigen land kiezen, hoopt de escape room alsnog veel bezoekers te kunnen trekken. Er zijn weinig uitjes natuurlijk die je op het moment kan doen. Ja, en als dan dit het uitje is dat gezinnen zouden kunnen gaan doen, zijn wij helemaal blij natuurlijk. Maar ook omdat we het allemaal wel echt gemist hebben hier zo, ja. Wat als je een kinderpretpark hebt? Dan mag je niet zomaar open. Geert Prijn, eigenaar van het Land van Jan Klaassen in Braamt, ging in overleg met de gemeente. En met resultaat, want sinds gisteren zijn de buitenattracties weer open. En binnenkort geldt het ook voor binnen. Ja, kijk, dit is dan het theater. Mooi leeg. We hadden wel ideeën over 1,5 meter, dus je stoel ertussen moet. Maar de kinderen mogen op de grond zitten. En hoe dit gaat dadelijk gaan doen met 30 kinderen, nou ja, dat is niet te doen. Nee. Ja, dit is de binnenspeeltuin. Treurig gezicht. Ja, stil hè? Ja, we zijn het inmiddels wel gewend. Het is al 2 maanden zo. 1 juni hè? Dus dan mogen hier weer 30 kinderen spelen. Maar per zaal 30 kinderen of totaal? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat moet goeie. Gaan we even nakijken. Ik heb een doelgroep kinderen tot 12. Dus die mogen vrij met elkaar spelen. Dus, maar wat wij wel doen is natuurlijk constant desinfecteren. Nadat de trein is gereden gaan we even met een desinfectiemiddel overal even langs. Dat er geen de verspreiding zo min mogelijk vorm kan aannemen. Ja, super fijn. Ze hebben het echt gemist. En je merkt alleen maar thuis zitten. Ja, ze moeten er echt weer even uit. En je merkt gewoon toen hij thuis zat dat hij zeg maar heel erg onrustig werd. En nu zijn ze helemaal losgeslagen hier en gaan ze alle kanten op. En kunnen jullie het allemaal goed zien, de poppenkast? Ja, hè? En dan ga ik naar de kinderen toe. Hij vroeg wel of de voorstelling nog was. En die komt gelukkig nou buiten. Dus daar was hij al heel blij mee dat hij ook weer naar de voorstelling kon. Ja. Krijgt u nog het weer in? De bermen kan u deze dagen weer klaprozen zien, zoals op deze foto in Winterswijk. Het blijft voorlopig droog. In de loop van de nacht drijven de wolkenvelden van west naar oost over onze provincie. Daardoor koelt het niet verder af dan 7 graden. Morgen krijgt de zon meer ruimte. In de middag wordt het dan 21 à 22 graden. Kijken we nog even vooruit. Op woensdag en donderdag is het vrij zonnig en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 25. Vrijdag slaat het weer om en is er een kans op een bui. Tot zover het Gelders Nieuws. Meer nieuws in de Omroep Gelderland app en online op onze website gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.